Nou, we zijn in Oud-Marsum terechtgekomen omdat het een van de vier plaatsen was die we op het oog hadden om te gaan wonen. En onze ervaringen zijn tot nu toe ook heel erg goed. Het is een kleine stad. Oud-Marsum is een stad met 4.000, 5.000 inwoners. De noodzakelijke voorzieningen zijn er. Supermarkten, slagers, bakkers, schoenmaker en noem maar op. Het is ook gemakkelijk bereikbaar. Nu hebben we nog gewoon de beschikking over de auto, maar er is openbaar vervoer. En als het moet, is het ook op loopafstand. Want je kunt ook gemakkelijk de afstand overbruggen van het huis waar wij wonen naar de stad. Toen onze laatste van onze kinderen afgestudeerd was, dan kom je in de fase van, nou, wat gaan wij nu verder doen? Toen hebben we besloten dat we dus een huis wilden hebben waar je ook beneden kon wonen en slapen en baden voor het geval je later ouder wordt. En we zijn dus toen bij dit huis terechtgekomen. Het moest toegankelijk zijn, het moest ruim zijn, wat ruimere deuren. Een toilet wat bijvoorbeeld wat groter was dan normaal. Dus heel veel toiletten zijn vaak erg klein. Wanneer je dus kleine toiletten hebt en je hebt hulpmiddelen nodig, zoals een rollator of een driepoot of krukken, dan is het heel handig wanneer een toilet wat grotere afmetingen heeft. En het moest toegankelijk zijn vanuit het huis naar buiten. Want mocht je ooit met hulpmiddelen je moeten verplaatsen, dan moet dat zonder al te veel obstakels kunnen gebeuren. Dus ook een huis zonder drempels. Dit is mijn kamer. Er moet ook eigenlijk niemand komen. Hier werk ik, lees ik en hou ik mij bezig met mijn hobby's. En wanneer het nodig mocht zijn, dan kun je van deze kamer door het bureau weg te halen, kun je hier een bed neerzetten, kun je het als slaapkamer gebruiken. Want je weet maar nooit. Hè? Ik hoop niet dat het gebeurt, maar dat het nodig is. Maar je weet, je kunt niet in de toekomst kijken. Ik ken situaties waar men van de een op de andere dag niet meer naar boven kon. En dat geeft een heel gerust gevoel, vind ik, dat deze mogelijkheid er is. Niet met de gedachte van dat je het gaat gebruiken, maar mocht het nodig zijn, dat het dan zonder veel problemen omgebouwd kan worden tot een slaapkamer. En hiernaast zit een douche beneden die we dus nu gebruiken. Wanneer je beneden gewerkt hebt in de tuin of in de zomerdag als je wilt douchen. En met de kleinkinderen, die kunnen dan ook hier gedoucht worden. We hebben er nu dus tapijten liggen, maar die kunnen er heel gemakkelijk uit. En de vloer is daar geschikt voor. Die is dan geheel egaal, zonder drempels en zonder obstakels. Kijk, je moet er niet van uitgaan dat je ergens gaat wonen en maar af moet gaan wachten. Nou, wat kan de gemeenschap, wat kan het dorp, wat kan de plaats of de stad voor mij betekenen? Ik denk dat je andersom moet redeneren. Wat zou mijn bijdrage aan deze stad, aan deze plaats, aan dit dorp of deze gemeenschap kunnen zijn?